Yo mensen, mijn naam is Sven. En mijn naam is Koen. En vandaag gaan we Pixelbord bestellen. Op AliExpress. Let's go. Oké, voordat we gaan bestellen op AliExpress, kunnen jullie ook wat bestellen, hè? Jongens, we hebben McQuires, we hebben het volledig... Nou, we hebben nu niet het volledig. Als we moeten weer even bijbestellen. We moeten weer even bijbestellen, want de voorraad was een beetje leeg. Maar check eventjes de website CarWashView voor je CarWash spulletjes en StickerView voor je stickers. Ja, de zomer komt er weer aan, hè? Dus je wil je auto natuurlijk weer helemaal blitzy hebben. Zeker, en dit soort video's kosten geprijzig wat geld, zeg maar. Zeker. Wat. Want we hebben nu wat leuks gezien, dat moeten jullie zien. Ik zat weer eventjes op Ali te surfen en in één keer kwam ik hierop. Ik dacht eerst, ik zag eerst dit soort plaatjes, weet je, dat ik dacht van, wat is dit? Ja. Want het is best wel duur, vind ik, €171, dus ik verwacht ook wel wat. Ja. Maar ik ging dus verder kijken en dat is van Difoom, dat is een of ander merk, en die hebben ziek veel van dit soort dingen. Ja. Gewoon allemaal met pixels. Ja, maar, en vooral dit. Ja, met die Twitch, hoeveel subscribers je hebt, hoeveel kijkers, met je game, noem het maar al, echt van alles is mooi. Ja. En als je dit doosje al ziet, dan denk ik... En daaronder, hè, check. Je hebt de verschillende. Oh! En deze, ja, dat willen we doen. Aantal likes, zou dat echt werken? Dus dat dan iedereen die like, dat pap, dat gaat heel snel. Ja, per zoveel minuten denk ik dat hij bijwerkt. Per seconde bijna, oh hij gaat niet, dat kan precies, nooit. Dat zou echt mooi zijn. Maar we gaan hem in ieder geval bestellen. Heel veel positieve reviews. Hij is €171, wel 7-daagse levering. Maar ik ben gewoon heel erg benieuwd wat dit nou doet en wat het is. En hij is al binnen! Hoppa! Dat is mooi. Hadden we het al gezegd? CarWashView.nl, StickerView.nl, toch? Ja, oké. Jij hebt het pakketje. Hey, ik ben hier zo benieuwd ja, naar. Ja. Wij waren echt dat we dachten, dit is zo vet. Dit is ook wel duur. Ja. Dit kost wel wat, maar hier hebben we ook wel echt wat aan. Dit is net zo duur als die vlammending. En die dat vlammending, dat staat daar al. En daar doen we helemaal niks mee. Maar als hij binnenkomt, hadden we dat elke dag gedaan. Ja, dat is zeker waar. En dit hangen we op. En dan kunnen we non-stop dingen afspelen. Als het goed is dit perfect voor ons. Want dan kan je gewoon je socials in de gaten houden. Ja. Zonder dat je de telefoon zit te kijken. Precies. Want reacties lezen we, alles lezen we. Maar dat doen we wel op de telefoon. Oh nee, dat lukt niet, hè. Reacties eronder. Ja, dat zou wel ziek zijn. Ik ben echt zo benieuwd. Pas op, hè, dat je niet door het scherm. Zo erg zijn. Maar ik vind dit nu al vet hoor. Het is in ieder geval echt gewoon alles klopt. Gewoon die doos is al vet. Zit er nu nog een, hè? Oh, dit is zo cool. Oh, hey joh! Zo! Hey, de Bitcoin! Dat is best recent geweest, die 50k dollar. Ja, ja, heel vet. Het is echt... Zoveel dagen tot Christmas. Dit is echt net zo'n iPadje, weet je wel. Ja, dit is vet hoor. Heel vet. Is het zwaar? Je zit wel in een lekker zieltje. Ja, inderdaad. Zieltje. Hij weegt ook wel wat. Ja, we zijn nu al hyped. Weet je wat we ook kunnen doen, zit ik later te denken? Misschien even een websiteje maken, dat we alles wat we niet gebruiken online kunnen zetten, dat mensen het gewoon nog kunnen kopen. Ja, dat zat ik ook aan te denken, zoals die spinners, die knikkenbaan, we hebben zoveel spullen wat we testen, racebanen. Spiksplinter nieuw, één keer getest en nooit meer wat meegedaan. Nee. Dus ja, dat is echt hartstikke zonde dat dat allemaal hier zo staat. En dat kunnen we voor een mega mooie korting andere mensen blij mee maken. Ja, precies, anders hebben we er ook niks aan. Nee, precies, we gooien het niet weg, dat is helemaal zonde. Maar oké. Ready? Ik ben ready. Ik wil niet zeggen dat het in nog een mooi doosje zit. Ja, het zit in nog een doosje. Och man. Lijkt wel een playbutton, joh. Het lijkt echt een playbutton. Komt ie. Wow. Nee joh. Dit is wel schuimpie alles. Zo, dit is wel echt... Dit hebben we nog nooit gehad. Nee, op Ali hebben we dit nog nooit gehad. Zo, dit is echt wel... Ik durf niet eens aan het trekken, joh. Zo, je haalt gewoon... Het is echt alsof je een Apple product koopt, joh. Kijk eens, wat is dit? Geen idee. Ja, heel vet, hoor. Ja, dit is wel... Ik had dit niet verwacht. Nee, dit van Ali zeker niet. Heel erg vet. We kunnen hem ophangen. Ja. We kunnen hem neerleggen. Hij is wel een stuk lichter ineens. Ja, de doos weegt ook wat hoor. Ja, we kunnen inderdaad, we kunnen standaard of zo. Wacht, hier zit nog van alles bij. Kabeltjes. Hij is echt goed verpakt hè. Maar ja, het is gewoon zo'n pixelbord. Maar is dat de marketing hè? Want sommigen doen ook heel goed verpakken. Ja, klopt. En dat is echt gewoon troep. Maar ik ben benieuwd hoe dit dan weer. Wat is dit? Dopjes, dingetjes. Dit maar is, ik ben nu al tevreden over gewoon de verpakking. Ja, inderdaad. Maar dat zijn we wel heel snel hè. Als het in een mooie doos ja, zit, dan zijn we zeker, wel, zeker. Zijn we verkocht. Maar hoe CD-rommetje? Nee, geen idee. Volgens mij... Ja. Oh, toevallig gezien een wilmpie. Deze zocht ik. Wat kan je ermee dan? Even, ja, dan kan je hem rechtop neerzetten. Maar hoe dat moet, weet ik niet. Wacht, je hebt hier ook... Je kan hem ook op statief zetten met die pinnetjes hieronder. Dan heb je echt zo'n scorebord. Oh, zo? Ja. Oh, zo'n mount? Ja. Oh. Je kan hem gewoon erop draaien dan. Oh, is er een SD-kaart in, hè? Oh. Voor wat is dat dan? Foto uploaden? Ik heb geen idee. Oh. Zit er ook één in? Ja, kijk. Hoeveel gig? Micro-SD. Ja, ik weet niet hoeveel gig. Oh, 512 MB, dat valt mij. Dat is een kleintje. Een heel kleintje. Maar dat zal wel voor foto's zijn dan, denk ik. Maar hoe werkt dit dan? Maar wat moet dat zijn dan? Ja, dat zet je zo en dan blijft hij zo staan. Oh, joh. Oh. Hoppa. Ja, meteen aanzetten dat ding. Ja, ik ben echt heel stekker erin. Maar er zit weer geen stekker bij. Dat is wel wat jammer, hè? Ja. Bij Ali doen ze nooit zo'n stekkerdoosje erbij. Het is wel een lang kabeltje. Ja, daar ben ik wel blij mee. Ja. Want als we hem gaan ophangen, dan... Precies. Moet er wel een lang kabeltje. Willen we hem hier testen of willen we hem aan de overkant testen? Ik denk aan de overkant. Dan gaan we naar de overkant. Het lijkt, dat zei Koen net al, net van oude mensen die hier zo'n fotolijstje hebben. Hoe die zo... Wat is dat? Oh. Hoe die zo staat, lijkt echt zo'n fotolijstje. Maar, we gaan hem erin. Kom op.
Ik hoop dat hij echt fel is, oké. Hij is niet heel erg fel. Waiting to... verbinding maken. Ja. Valt wel mee, hè, hoe fel die is. Lijkt wel of er nog een laagje op zit. Ja, inderdaad. Zit er nog een laagje op. Of er nog wat af moet, maar dat denk ik niet. Kunnen even de tablet erbij hebben? Ja, want je moet hem connecten met tablet. Oh, je kan hem hier verder zetten. Wow! Wat? Ik switch! Wat doe je? Kijk dit. Wow, dit is wel vet. Wow. Klopt dit? In januari? Nee, dat klopt niet. Oké. Okay. Ik ben heel benieuwd. Je hebt in ieder geval de tablet. Ja, ik heb wel al gezien dat je heel veel dingen kan doen. Want mensen kunnen met een accountje zelf dingen maken. Je kan gewoon... natuur, dit, alles. Gewoon net als een 3D printer. Ook vet om te bestellen. Dat is ook vet, hè? Nee, dat doet nog niks. We moeten hem verbinden. Laten we hem even verbinden en connecten. Maar ik vind wel dat hij feller mag. Ja, hij mag wel ik even... hoop dat dit het niet is, hoor. Maar in de avond is dit weer mooier. In de avond is dit heel smooth. Dat is zeker waar. Moet weer niet heel veel licht geven. Dat is ook weer niet de bedoeling, dat de hele kamer verlicht is. Connect. Is wel vet, hoor. Loading. Hey, dat is wel vet. Zo, schaapjes. Als de schaapjes tellen, als je niet kan slapen. Hij is wel weer een stuk feller, hoor, moet je zeggen. Oké, okay, we kunnen denk ik wat aanklikken. Dus als we dit moeten doen, en dan denk ik dit. En een appli. Laden. Appli. Appli. De appli doet het niet. Nee. Maar hij is wel verbonden, hij is geconnect. De appie doet het niet. De appie doet het niet. Hij is nu aan het updaten ofzo, maar we hebben hier nu op de tablet allemaal dingen. We kunnen inderdaad de Bitcoin bekijken. Ja, Fortnite scoreboard, inderdaad. League of Legends. Hier iets met landen, ik weet niet wat dit is. Misschien de koers, hoe erg de euro. Hier Spotify welk nummertje je aan hebt staan. Dat is wel heel gaaf voor dit. Ziek. Wat is dit? Gek spelletje, kan je ook nog spelen. Kijk, update is bijna klaar. Het is wel heel gaaf om dit in je kamer te hebben. Dit is echt heel ziek. Dit is echt een leuke gadget. Een gadget echt, hier heb je ook echt wat en aan. Hij we willen hem daar al hangen, hè? Ja. Onder onze playbutton. Ja. We precies kunnen zien wie de suppie sup is. 100%. Okay. Zo, goeiemorgen. Oh, de... doe nu eens iets klikken. Connecting. Connected. Oké. Okay. Dit is wel leuk, hoor. Oké. Apply. Oeh, die is vet. Maar die deed jij niet, dat ging vanzelf. Ja, hij staat nu aan die... Oh, kijk. Kijk, laden. Oh, is dit de exacte koers? Is dit onze wallet? Dat zou er wel meer staan, toch? Hé, het klopt wel, toch? 14.02, alleen de tijd klopt niet. Het is inderdaad, het is inderdaad niet 6 uur nog wat. Ja, nee, klopt. Ik weet ook niet of de Bitcoin... hij verandert weer. Dit is ons Fortnite scorebord. Oh, ga maar lekker. Hij is laden, maar... Ja, dan kan hij lang laden, want wij spelen geen. Kijk eens, wie heeft er gewonnen? Wij niet. Ja, wat hebben we nog meer? Ja, we moeten onze YouTube even doen. We moeten even ons YouTube vinden. Is ook wel AMG'tje buiten? Hey, woening. Oh, wat is dit? Ja, dit is ook gaaf, hoor. Dit is wel vet. Je hebt gewoon wat is dit? Klok. Spotify, alles nul. Spotify, ja, ik denk gewoon je liedjes. Zo weinig. Heel weinig. En wat leuks. Zeg een kleur. Groen. Daar komt ie. Hop. Jij bent aan het tekenen. Hop. Ik weet wat het is. Kijk eens. Een berg. Ja, kijk, allemaal bergen. Zo, je kan gewoon lekker tekenen. Ja. Nu met een paar... Hoe noem je dat? Een vulkaan. Vulkaan. Kijk, mooie vulkaan. Dit is wel gaaf, hoor, dit. Een vlinder. Met de vleugels, zo ook. Ja. Vet, hoor. Ja, dat is net een vlinder. Dat is echt een mooie vlinder. Maar we hebben nog steeds niet hoe we de socials kunnen toevoegen. Vet, hoor. Ik kan gewoon lopen krassen op het scherm. En ondertussen... Hoppa. Een vlinder met een S er doorheen. Hoppa, heel vet. En je kan je ook gummen. Ja, je kan alles zelf maken, joh. Maar ja, hier moet je dus wel heel creatief voor zijn. Ja. Zijn we niet. We moeten iets met socials zoeken, zag ik hier. En dan kunnen we ons Instagram, YouTube, alles toevoegen. Dat gaan we doen. We kunnen er niet veel over zeggen. Maar iedereen weet wel wat dit is. Ja. Een counter. Een counter. Maar we komen niet bij onze YouTube counter, maar wel weer bij deze counter. Ja, tuurlijk. Alles komt hierop uit. Jij voert Nederland in en dan zie je de... Alles precies wat er goed en slecht gaat in de wereld. Ja. Het echt totaal, ja. Ik wil weten hoeveel subs we hebben. Daar hebben wij wat meer aan. Ja, precies. En je wordt ook heel depressief van als ik dit zie. Ja. Ik denk dat niet veel mensen deze live hebben aanstaan. Nee, dat denk ik ook niet. Ik denk ook niet leuk is om te zien. Het is vreselijk wat er allemaal gebeurt natuurlijk. Oké. Oeh, dat ging heel snel. Ja, we stoppen. Wat? Er zat dus nog wel een laagje op. Daarom dus. Maar we hadden ook al gevonden hoe die vellen moest. Maar dit doen we straks wel, als we hem gaan ophangen. Want we zitten nog steeds te zoeken naar de socials. Ja, precies. Die staat er bij ons niet op. Kijk eens, hij doet het. Maar niet via de tablet, maar via je telefoon. Ja, dan doet hij het wel. Ja, dan hebben we de socials gevonden. Sven en Koen vlogs. Ja, alleen telt hij waarschijnlijk op per 500. Dat is wel jammer. Dat is jammer. Dat niet per stuk gaat. Per stuk, ja. Dat ze helemaal ziek zijn live. Kan ook view counter erbij doen. Je view counter. Zitten wij op... Wat, hoeveel is dit? Ja, 1 miljoen? 1 miljoen nog wat? Oh, kijk eens. 700. Maar dat moet naar de 100k. Deze ja, even ik wil echt eventjes, even ja. Inderdaad deze naar de 100k zien gaan. Ik wil even zien dat die gaat schommelen. Ja. Dus dan abonneer even op Sven en Koen Vlogs. Dan gaat die pap ja, dan gaan we ook meer video's pompen. Ja, maar ja, leuk. Wat kunnen we nog meer? De likes ook, toch? Of zo? Ja, nu kunnen we alles. Hier Twitter. Hier kan je Twitter, Twitch. En kan je ook Instagram? Zo, je kan echt veel, hè? Zo, je kan heel veel. Zo. Ja, we hebben geen Twitter. Maar... Nee.
Ja, je kan hier in principe kan je... Wat kan je nog meer aanzetten? Oh, dit was alles. Ja, dus deze twee, de subscribers. Maar ja, het meer gaat dus per, nodig. Per... Het lijkt nu net of er een barst in het scherm zit door die folie. Ja, zal ik hem eraf halen? Ja, laat hem eraf. Bang als we... Kijk eens. Hoi! Oh, pit erin. Ja, hoppa. Dit is mooi. Ja, dat is heel vet. Ja. Ja, we moeten hem eigenlijk gaan ophangen. Ja. Hoi, doet hij nou? Ja, dit gaat onder 60 seconden laat hij nu een foto zien en dan doet hij weer dat volgens mij. Oh, dat moeten we helemaal instellen. Oh, ja. Zo, dat kunnen we allemaal instellen. Ja, dus dan kunnen we een fotootje van onszelf ophangen en dan daarna... Dat we nog de subcounter ja, hebben. Ja, dit, dit is mooi. Ja. Hiervoor wil ik hem aan de muur. Ja, zeker. Ik heb hem nu weer ingeladen met een nieuwe. Welke is dit? Als het goed is. Alweer Sven en Koen. Zal ik die andere doen? De tijd klopt ook nog niet. Ons hoofdkanaaltje. Sven, Koen. Hoeveel subjes hebben we op hoofdkanaal? Gaan we even kijken. Dat is sowieso een stukje meer. Dat zal wel iets meer zijn, ja. Duurt even. Ik deed hem uit. Ik keek even of dat kon, maar dat werkt ook. Hij is even laden. Oh, kijk eens, joh. Jeetje. Hij klikte net wat anders aan. Zo! Gokken. Hij deed het net. Kijk. We zitten op bij deze. Ja, de viewcounter. Vijf. Kijk, dit zijn de subscribers. 345.000 stuks. Doezoe. Ja, maar ja, het is per 500. Dat is wel jammer. Het is niet per stuk. Ja, het is niet per stuk. Daar hoopte ik ja, op. Ja, daar hoopte ik ook wel op. Ja. Dat is wel echt jammer. Dat het niet per stuk is dat je... Maar ik denk als je weer een klein kanaal hebt, dat hij wel weer per stuk telt. Want wij zien hem ook niet ja, op YouTube per precies, stuk gaan. Dat is ook waar. Alleen in de studio zien we hem live. Ja, dat zien we echt live. Maar ja, wel vet. We moeten alleen even de datum, alles en zo invoeren. Weet dus wel, als je deze koopt, via je telefoon kan je dus alles. En via de tablet dus wel iets minder. Nee, want wij zien hier dus niet die social staan. Dat is jammer. En op mijn telefoon, als ik hem open, dan zie je bij mij gewoon de social staan. Dat is wel gek. En laat eens even die plaatjes zien van die andere mensen, want er zijn zoveel plaatjes wat mensen aan het maken zijn. Ja, en dan kan je gewoon hierop klikken. Doe eens die Gucci. Ja, die is leuk, hè? Waar is die? Even kijken. Ja, je kon daarbij, je weet, dan zie je al die dingen. Alle merkjes. Dit geen reclame is, dat weet ik ook niet meer. Zo. Lego. McDonald's. Ja hoor. Die is lelijk. Ja, die is echt lelijk. Die heeft iemand en die heeft zijn best op gedaan. Nee, Netflix. McDonald's. Dus die KFC, ik denk dat die wel echt groot wordt. Deze. Ja. Oh. Ja, lelijk ja. Ja. Van de afstand is het natuurlijk veel mooier. Dan zie je die lijntjes niet, ja, maar die pixels. Het, ik vind dat ze hem niet mooi hebben gemaakt. Ik weet niet, ik vind het... Je hebt sommige die ze... Je had net... Ja. Even kijken, zoals deze hier ook. Ik zag net een mooie. Hier zoals deze, dit is dan wel weer mooi. Hier, dat is netjes gedaan. Ja, dit is netjes vet. Gedaan. Ja. Ja, dat vind ik echt dat vet. Dat is netjes gedaan. Dat is echt netjes gedaan. Hier, deze ook wel vet zijn. Android. Ja, dit ziet er ook gewoon vet en netjes uit. Dit is mooi ontworpen. Hier is ook echt hun best op Maar iedereen kan gewoon meuk uploaden. Ja, heel vet. Ja, je kan gewoon echt van alles. Je hebt een soort van community met elkaar. Maar wat onze community is, is natuurlijk... Ja, jongens, abonneer even op het vlogkanaal, ja, hè. Even abonneren. We willen hem echt zo pap erbij zien gaan per 500. Ik denk dat we vandaag gaan ophangen. Ja. En dan gaan we vanavond gaan een beetje mee spelen en doen. En vanavond gaan jullie echt het resultaat zien hoe die in de avond is. Ja, dan zetten we even de lampjes aan en alles. Dan zie je het beter. Dan zie je tot het recht, inderdaad. Maar ik vind het echt een heel vet product. En nog een dingetje. Bestel hem, als je hem wil bestellen, op de officiële website. Want op Alu wordt je opgericht. Ja, hebben we net gekeken. Ja, want op we hebben veel te veel betaald. Ja, 171 per stuk. En op hun website is 130. Ja, er kwam wel nog verzending bij, maar ik weet niet hoeveel dat is. Maar je komt wel... Denk niet €50. Nee. Ja, nee, dat wordt hem niet. Nee, maar in ieder geval was hij wel snel weer. Hoe is Pas precies? De grote vraag is... Past hij nog? Waar is het gaatje? Dat is altijd de vraag. Ja, dit is niet handig gedaan. Wat? Zo ver dat gaatje verstoppen. Nee. Want dat zit 8 centimeter vanaf het puntje. Ja, hier ook. Ja. Die zit echt helemaal daar. Hij staat aan. Mooi, hè? Ja, dat gaatje is nog moeilijk. Je had hem zo mooi net. Hier, als jij even die 5 centimeter opneemt. Kun hangen, jongen. Net alsof we iets aan het hacken zijn daar op die muur. Maar hey, mooi gootje. Ziet er netjes uit. Ik vind hem heel vet. De zon is onder aan het gaan. En kijk eens hoe mooi die hangt daar. Ja, hij hangt mooi. Ook met dat gootje nu. Ja, hij is heel vet. In het donker. Helemaal weggewerkt. In het donker is hij echt perfect. Ja. Overdag is hij een beetje, ja, hoe noem je dat? Te donker nog? Ja, dan zie je hem ook nog wel fel. Maar dan is hij nog wel donkerder dan nu natuurlijk. Ja, nu zie je hem echt heel fel. Als je binnenkomt van boem, daar hangt de. Ja, precies. En als er dan echt de zon op schijnt, dan zie je echt gewoon dat de zon erop schijnt. Dat is, ja. Je ziet wel iets, maar niet perfect. Nee, precies. Dus in de avond is hij echt perfect. Dus, maar ja, het is echt zo'n gamers ding, hè. Ja, het is gewoon naast echt... je Twitch live kijken, ja. Dit. Zal ik eens even wat dingen laten zien? Ja, laat eens even wat zien.
Ik heb allemaal soorten counters. We hebben nu bijvoorbeeld de tijd met daarbij de aantal abonnees. Maar ik kan ook zeggen onze laatste recente video. Dat is onze AliExpress test video die dan net online is. Kijk, de drone kopen. De drone kopen. En daar heeft hij dus 46.177 views. 1828 likes. En hij zegt wel aan 0 comments. Maar dat klopt niet, want mensen commenten wel. Ja, die staan er zeker bij. Die staan er zeker. Dat waren er iets van 200. Ja, dat was een goede video. Goede video, leuk video. Maar ik kan ook zeggen, ik wil de YouTube counter. Maar die hadden we net. Nee, dit is weer een ander. Ja. Dus dit is het aantal views. We zitten op de 5 miljoen of zo, zoiets geks. En we zitten op 5 miljoen, we zitten veel meer dan 5 miljoen. Ja, het is het totaal, het is zoveel k is het. Ja. Ja, precies. Maar dit is dan 345k aan abonnees. Sprong net. Die versprong net. Komt er weer. Ja. Dat is deze. Maar je kan ook zeggen, ik ga wat dingetjes aanpassen. Dus we kunnen hier op de telefoon, kunnen we zien, wil je de view counter, wil je de subscribe counter. Die kan je dan allemaal instellen. Hier kan je dan zeg maar zien welke je wil hebben. Dus welke video of dingetje, die kan je dan toevoegen. Wat hebben we nog meer? We hebben... Ja, dit zijn echt die klokken. Ja, dit zijn die klokken. Je hebt ook, kan ook zeggen van gewoon ja, een tijd. Die beer is ook vet. Dat is wel echt vet, ja. Loading. Er zit op 0625. Tijd, ja, klokken. Half zeven, maar het is even anders aflezen. Precies. Je kan ook zeggen, ik wil bepaalde... Want het lijkt nu echt alsof we heel vroeg zijn. Maar dat is het niet, hoor. Is het niet. Het is gewoon een avond. Ja, 37. Die staat nu in euro. En je kan ook zeggen, ik wil bijvoorbeeld de Ethereum... Of weet ik veel wat. Kan je ook allemaal invullen. Maar ja, je kan ook zeggen, ik wil de Dogecoin zien of de Litecoin. Ja, maar ik vind het wel heel jammer dat je niet zelf zoiets kan maken. Ja, de Litecoin toevallig. De Litecoin. $26. Ja. Ik hoop over 5 jaar dat die dan 5 miljoen is of zo. Weet je nog Ethereum. Maar ja. Ja, ik vind het jammer dat je dit niet kan aanpassen met een YouTube, met je eigen klok, met dat je zelf iets kan programmeren. Dat zou helemaal vet zijn. Dat je zegt, nou, ik wil de Bitcoin koers. Ja. Ik wil daarnaast wil ik de counter van de subscribe. En ik wil het weer erbij hebben. Precies. Of het gaat regenen straks. Weet je, ja, inderdaad, want je hebt 46 bij 46 pixels en dan uiteindelijk moet je gewoon klikken wat je wil. Want je kan ook zelf bepaalde dingen. Ja, je kan wel zelf tekenen, want mensen die zijn echt, ze hebben zoveel dingen. Ja, bijvoorbeeld deze staat nu in de top van Valentijn. Ja. Valentijn, het is toevallig Valentijnsdag vandaag. Ja, het is een beetje, weet niet, ik moet wel heel erg denken aan NFT-shizzle, zoals dit. Dit lijkt net een NFT. Ja, dit lijkt echt... Trouwens, je kan ook gewoon een NFT. Nou, je had net opgezocht. Even kijken. Komt-ie. Mannetje. Hoe heet die? Ja, Kuifie, ja, inderdaad. En dan zie je allemaal soorten NFT's. Dan heb je hier ook een van de duurste NFT's. Dat is de duurste, volgens mij zelfs. Ja, dit is gaaf. 2 tot 3 ton per stuk. Lekker. Ja. Doe er maar 2. Ja, kan dat maar, hè. Zo. Twitch hebben niet. Dit doe ik allemaal niet. Moet ik nee, doe zeggen. Jij dit niet? Nee. Dit heeft hij... dat heb ik wel gedaan. Toen ik aan het praten was. Oh, deze is vet. Gekke Pokémon. Pokémon op een DS. Ja, dat is wel echt heel vet. Dat is wel vet. Oh, Dat is wel vet. Hebben ze niet meer als je iets intypt? Ja, je kan zoveel kiezen. Dit kunnen allemaal mensen hebben gemaakt. Deze. Pikachu'tje. Dat is ook vet. Oh, deze is vet. Een Pikachu. Pika! Ook vet, hoor. Ja, deze is ook wel echt fel. Ja. Het is echt gewoon felle. Ja, je kan echt eindeloos ermee bezig zijn. Ja, echt. Wij hebben €171 betaald. Ja. Is het waard? Het is echt een... Net als dit, is dat waard? Dit vond ik het niet waard. Nee, dit vond ik het ook niet. Nee, dit was €100. Dat was €100, dat was echt niks. Ik vind dit het meer waard. Ik vind dit wel vet. Dit is een ding die gaan we ook echt gebruiken. Ja, die hangt er ook met een gootje. Dit is echt wel heel vet. Wij spelen lekker YouTube af. Ik zou ook wel meer van dit product willen. Dus qua, zeg maar, als je die dan hebt. En dan een kleinere versie. Want je kan van alles kan je er nog bij. Ja, echt. De grootste en een van de duurste. Ja. Gekozen. Maar je kan zoveel verschillende. Het is wel iets waar wij ook wat aan hebben. Want 9 van de 10 keer dingen, zoals die drone, dat gaan we toch niet meer gebruiken. Nee, precies. Want we hebben al een drone, gewoon een DJI. En dit is wel iets wat, ik vind het wel echt leuk. Nee, dit past wel. Wij houden wel van lampjes en zo en helemaal zo'n schermpje als dit. Vinden we echt wel leuk. Mensen, bedankt voor het kijken. Heb jij een vette gamekamer en met gekke lampjes en dingetjes, dan is dit wel echt... Dan is dit zeker wel iets voor jou. Laat me even weten in de reacties, wat vinden jullie hiervan? Ik geef hem echt wel een dikke 9 hoor. Ja, ik ook. Ik vind deze ook wel echt heel erg lijp. Maar dat komt ook gewoon puur omdat we waren al enthousiast. We hebben hem ook mooi daar nu hangen, gewoon op ons mooie plekje daar tussen ons in. We wisten al wat we ermee wilden doen, waarom een beetje uit wat je ermee kon. Dus het kon geen faal zijn. Nee. Maar dit wilden we zelf. Ja. Mensen, bedankt voor het kijken. Later.